Welkom op deze avond. Een avond in het kader van de 6e april. De 6e april, wanneer het referendum is over het associatieverdrag met de Oekraïne. En ik wil even van u weten, wie heeft het gelezen? U heeft het verdrag gelezen? Kort gelezen. En tot welke pagina bent u gekomen? 28. Het zijn er 360. En we hebben hier gelukkig ook een drietal Oekraïense activisten. Mensen die in die omstandigheden staan voor de rechten van onze broeders en zusters daar. How is gay life in Ukraine? How do you meet? How do you party? How do you celebrate? If it's not a gay party, it's safe. Yeah. Yeah. But having fun being gay, yeah, you always like, you know, look over your shoulder, okay. Who's around you. Yeah. Yeah. And this is not a freedom we enjoy. No. Yeah. So we would like to have like more freedom, and we would like to have fun without fear in our country. Yeah. And there's still aspect of fear every time you party or have meetings. Right. Yeah. Right. Exactly. And you know, this fear is based on the fact that for now we have no appropriate legislation, mm-hmm. like specific for hate crimes and hate speech. Right. This is the process that is going on now in mm-hmm. Ukraine. Yeah. So mm-hmm. this is the next step we want to achieve. Yeah. So we want our parliament to adopt the bills first to create these bills, yeah, mm-hmm. and then to adopt these bills. So crime based on hatred yeah. must be punished. First of all, as Olena said, there's this huge work that the government is doing right now in order to adopt the new legislation about hate crimes and hate speech. Mm-hmm. Then there's already existing anti-discrimination legislation, and the government also wants to amend it and add sexual orientation and gender identity as the ground for protection. And the government also plans to introduce special courses on intersectionality for medical specialists. Mm-hmm. And there's also a plan to amend the legislation and exclude the discriminatory article which prohibits prohibits transgender people having kids before overcoming yeah. the sex correction surgery. Yeah. Yeah, so I think that this agreement actually is currently we have this window of opportunities open because of the agreement, because right now Ukraine has doing this great work, and right now we can actually achieve this. І цей документ дозволяє нам, як ЛГБТ спільноти, вести діалог з владою, тому що якщо б цього документа не було, цей процес би розтягався на дуже великий час. This document will help us as a community, LGBT community, to create a dialogue with authorities, mm-hmm. with government. Without this document, this process will be much more prolonged in the time. A question. We, Holland, we have a big mouth, but we are a small country, very small. So what does it matter when we vote against the association agreement? Well, this is not about the size. This is about the power. Size doesn't matter. Exactly. Yes. In this case, this is political power. And mm-hmm. this is political influence, right? And this political influence we need, I mean, we as LGBT community, mm-hmm. we need from Dutch nation for now. We really hope that Netherlands will vote for agreement, because this agreement will give us, as Oleg mentioned before, will give us a huge instrument for improving LGBT rights in the country as a part of whole human rights concept. Коли ми починали 10 років тому працювати з СІОСІ, when 10 years ago we started our work with СІОСІ in Ukraine
Прошу. В Україні працювало п'ять ЛГБТ організацій. Can you imagine at that time there were only five LGBT organizations in Ukraine? Зараз в Україні це 50 організацій. І 48 офіційно зареєстрованих організацій. І зараз в Україні є велика спілка ЛГБТ-організацій, яка генерує для нашого керівництва не тільки якісь заходи, а ми генеруємо і пропонуємо українській владі нові підходи в рішенні проблематики стосовно ЛГБТ-людей в Україні. And for now, in Ukraine, there's over 40 LGBT organizations, and we have an LGBT council in Ukraine. So, united few organizations, like almost all, are inside. And this council provides for Ukrainian government different documents mm-hmm. about the situation of LGBT with LGBT rights and community in Ukraine, and suggestion about improvement and so on. So mm-hmm. that we are working with the government. 10 років тому наші політики говорили, де ця ЛГБТ спільнота, де ці людини? Ми не бачимо цих людей. Зараз вони говорять, це дуже велика спільнота ЛГБТ, і потрібно вирішувати, і потрібно щось робити, і вирішувати це питання стосовно, як буде, як буде працювати, і як буде жити навіть спільнота в Україні. І це велике. 10 years ago, Ukrainian politics were like, LGBT, who are they? Where are they? And today, our politics saying like, yeah, LGBT movement, it is huge, and we must do something about it, and we must decide something, because they are doing pressure. These are the true activists. Give them a warm hand. You're quite heroes. Thank you very much. Ik sta hier namens COC. Ik hou me bezig vanuit COC met de mensenrechten van LHBTI. Mm-hmm. Ik werk met LHBTI-activisten. Dus mijn perspectief is altijd subjectief. Mm-hmm. Alleen discriminatie is ook subjectief. Het maakt onderscheid tussen mensen op basis van bepaalde kenmerken. Yeah. En in dit geval gaat het erom dat het verdrag dingen regelt, voorwaarden schept om de situatie voor LHBTI in de Oekraïne te verbeteren. Yeah. Om te zorgen dat dat subjectieve onderscheid niet meer gemaakt mag worden door ofwel overheid of door mensen in de samenleving. Okay. Kijk, ik sta hier onder andere als D66er. Ik ben echt uitgesproken voor het verdrag. Mm-hmm. Ook persoonlijk heb ik daar mijn redenen toe. Ik woon zelf samen met mijn vriendin en nou, in Nederland is dat ontzettend goed te doen. Ja. En ik gun dat eigenlijk vrouwen die met vrouwen samenleven overal in de wereld, gun ik dat ook. Ook ja. Dat vind ik echt een minimale vorm van solidariteit. Ja, dus tuurlijk heb ik mijn persoonlijke agenda. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk ook gekeken naar, ik heb niet het hele verdrag van A tot Z gelezen. Maar ik heb natuurlijk wel gekeken van deze meneer tot pagina 26. Ja, ja. Maar ik heb natuurlijk wel gekeken van wat zijn nou op hoofdlijnen, wat staat er in het verdrag. En vooral, wat biedt het voor mensen die leven in Oekraïne. Ja. En ik heb daar gewoon wel mijn afweging gemaakt. En ook daarna, en ik heb ook geluisterd naar wat mensen zeggen die tegen het verdrag zijn. Mm-hmm. Ja, ik vind de meeste argumenten gewoon echt niet steekhoudend tegen dat akkoord. Dus daar zit wel een weging achter, maar zeker ook een gekleurd perspectief. Okay. En we hadden het er net al over in het begin, 360 pagina's, zelfs iets meer dan 360 pagina's. En 17 pagina's gaan maar over politieke doelstellingen. De rest is allemaal economisch. Hoe kan dan zo'n verdrag van die 17 pagina's invloed hebben op het mensenrechtenaspect? Als het goed gaat met de economie, ja, worden mensen minder bang. Dus minder bang voor wat vreemd is. Dus ik denk dat in die zin, in de volle breedte, ook waar het gaat over gendergelijkheid, dat invloed zal hebben. Ja. Het gaat hier ook om waarden. Mm-hmm. Waarden als gelijkheid, emancipatie, solidariteit. En die kan je juist ook door zo'n associatieakkoord te sluiten, kan je die ook steunen, kan je dat ook benadrukken. Het spannende is Oekraïne als bufferzone. Als je niet kijkt naar de mensen, maar gewoon als land, als bufferzone. Mm-hmm. Tussen dat enge Rusland waar Poetin heerst en geen vrijheid van meningsuiting, onderdrukking. En Oekraïne waar... dat
op de wip zit. Mm-hmm. En dat zou voor mij dus nog des te groter een reden zijn om te zeggen, stem ja, ja, om het daar veel sterker te maken. Ja, maar dus nog los van dat je meevoelt met de mensen, dat je vindt dat ook zij recht hebben op de rechten die wij hebben. De LHBTI-activisten, de community, geeft aan, dit is een goed verdrag, ja, dit willen wij. Het enige wat ik zei is, wat je door ja te zeggen, kan je, wat de activisten ook in andere filmpjes die ik heb gezien zeggen, het ja zeggen tegen het associatieverdrag geeft ons in elk geval de hoop op een positieve ontwikkeling. Een nee doet dat teniet. En Bosnië is weer niet Oekraïne. De situatie voor de community, het hebben van gelijke rechten. Ik was onlangs, mocht ik in Estland bij een bijeenkomst zijn, waar gediscussieerd wordt over samenlevingsovereenkomsten. Het is goedgekeurd dat die er mogen zijn, maar de implementatie ervan wordt aan alle kanten getraineerd. Die discussie, en dus ook weer over acceptatie van LHBTI's, die wordt overal gevoerd en op verschillende niveaus. En ik geloof erin dat in elk geval een ja van Nederland de LHBTI-community in Oekraïne de kracht geeft om door te pakken. En wat er allemaal al is bereikt, juridisch, qua wetgeving. Wat hebben wij daar te zoeken? Niks. Wij zijn West-Europeanen. Al het is compleet een ander land. LHBTI in Oekraïne zoeken zelf hun mensenrechten op en vragen ons heel duidelijk ons uit te spreken over het verdrag. En dat is wat telt. Ik heb delen ervan gelezen en wat in ieder geval niet heel expliciet in voorkomt is LHBTI, die term, gewoon homo's. Het gaat over mensenrechten in de iets bredere zin. Het is heel veel intentie en concreet wordt er heel weinig over gezegd. Of, het is een hoop die we daarmee uitspreken. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk concrete stappen gezet, maar wat achter jullie de kans niet heel groot dat zodra het verdrag getekend is strakjes, dat stop wordt gezet, gezien het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens eigenlijk al meer verplichtingen heeft opgelegd die allemaal niet zijn nageleefd. Er is al een verdrag, dat wordt niet nageleefd. Wat voegt dit toe? Ja, ook hier geldt denk ik dat je en moet zien, hè, dat het een soort flankerend beleid is. Dus als het ene verdrag getekend is en niet op alle punten, of misschien wel helemaal niet nageleefd wordt, betekent dus niet dat je daarna kunt denken van nou, dan sluit je wel geen verdrag meer. En feitelijk kun je al gewoon uit de waarneming vaststellen dat er afgelopen jaar wel degelijk wat gebeurd is. Dus denk weer aan dat de discriminatie op grond van genderidentiteit, seksuele oriëntatie, dat daar nu tegen gestreden wordt, dat actieplan. Dus je ziet wel degelijk concrete stappen. En kijk, voor mij is inderdaad een concrete aanwijzing. Hè, er is ook een brief gestuurd vanuit de LHBTI-bewegingen Oekraïne, ook naar de Pride-beweging in Nederland, waarin heel gedetailleerd ook is aangegeven wat zij eigenlijk verwachten van dat verdrag. Ja, daar kan je zelf zeggen, wie ben ik dan om vanuit Nederland dat beter te weten? Ik denk dat de mensen daar natuurlijk, als ze zo expliciet aangeven dat ze daar verbetering zien, dan denk ik dat dat ook voor gay.nl een belangrijk signaal is. Dat het er niet letterlijk in staat, wil dus niet zeggen dat het niet zo werkt. Het geeft dus een heel duidelijke stok achter de deur om wel te zorgen dat het zo door de regering geïmplementeerd wordt dat het ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit verbiedt. En dat hebben ze al vastgelegd en dat hebben ze dus wel al expliciet in tekst vastgelegd in dat Nationale Mensenrechtenactieplan. Ik wil wel graag benadrukken dat het gaat dus niet over toetreding tot de Europese Unie. Hè, dat is expliciet niet waar we over gaan stemmen. Het is een beetje een cynische conclusie, misschien een beetje een cynische vraag. Maar is het niet zo dat juist het feit dat het gekoppeld is, ook in verlengde van de vraag van Martijn, het feit dat het gekoppeld is, mensenrechten hier, aan economie, maakt dat het niet juist zo'n krachtig verdrag? Economische druk zit er op mensenrechten en daarom begint de bal misschien wel te rollen. Nou ja, goed, sowieso is economie een belangrijke leverage om een regering geïnteresseerd te krijgen. Allereerst. En ook al gaat het dan in het verdrag maar om 17 pagina's, het zijn wel hele cruciale pagina's waardoor
de Oekraïnse regering gehouden kan worden aan te zorgen dat mensenrechten geïmplementeerd worden. Dus de economie is een stok achter de voet tussen de deur. Het is een van de sanctiemechanismen als het ware. Of dat nou expliciet sanctiemechanisme is of impliciet, dat is wel belangrijk. Ja. Ik ga voor het referendum stemmen omdat we hebben gezien dat er al in de aanloop naar het associatieverdrag bijvoorbeeld antidiscriminatiewetgeving in het arbeidsrecht is aangenomen voor LHBT's in Oekraïne. En dat is iets wat een aantal jaren geleden echt nog een verre, verre toekomst was. Dus door de onderhandelingen over dit associatieverdrag heeft de LHBT-beweging in de Oekraïne stappen kunnen maken met de eigen regering antidiscriminatiewetgeving aangenomen te krijgen. Er is nog veel meer wetgeving die moet worden aangenomen en dit helpt hen daarbij. Waarom ben je voor? Omdat met het zicht op dit verdrag vorig jaar in november eigenlijk voor het eerst sinds 1991 een wetswijziging heeft plaatsgevonden ten voordele van de Oekraïnse LHBTI's. En dat is effectieve winst. En dat moeten we steunen. Ik ga voorstemmen omdat 2 weken geleden bij mij in de winkel een groep Oekraïnse activisten is geweest die dat eigenlijk gevraagd hebben of wij voor gaan stemmen, omdat het hun heel erg helpt in hun strijd voor gelijke rechten. En toen dacht jij gelijk, ze vragen dat, dus dan doe ik dat. Ja, wie ben ik om de situatie in hun land te kunnen beoordelen? Dat kunnen zij veel beter. Voor mij zitten er persoonlijk denk ik niet zo heel veel belangen aan zo'n verdrag, maar voor hun wel. En daarom stem ik voor. Nou, er zijn allerlei concrete wetten aangenomen de laatste tijd. En allerlei anti-homo-wetten, zoals je die in Rusland ook hebt, zijn allemaal door dat verdrag van tafel gegaan. Ja, ik ben bang dat dat allemaal weer terugkomt. Dat je net zoals in Rusland anti-homo-wetten krijgt. Dat discriminatiebescherming weer uit de wet gaat. Dus daar maak ik me heel erg veel zorgen over. Ik ga voorstemmen omdat ik het zo belangrijk vind om het handelsaspect, maar tegelijkertijd om de LGBT-mensen in de Oekraïne een hart onder de riem te steken. Ze zijn niet alleen, wij ook niet. Dus daarom, ik stem ja. Mijn kennismaking met de Oekraïne was in 2004. En 2004 was ook voor Oekraïne een bijzonder jaar. We hadden toen de Oranje Revolutie. Door al die bezoeken aan Oekraïne, contact met politici, contact met lokale activisten, dan leer je een land wel kennen als het gaat om die drive naar voren. En als je dan kijkt naar wat tegenstanders zeggen, heel veel dingen die de tegenstanders zeggen tegen het associatieverdrag, dat is gewoon allemaal waar. Het is corrupt. Er is een oligarchie, er is gedonder in Oost-Oekraïne, er is onduidelijkheid over hoe moet dat nu verder. Er is veel chagrijn met de radarbeelden die maar niet loskomen, omdat er 3 radarstations uit niet in gebruik zouden zijn geweest, terwijl je landt in een soort van semi-oorlog. Het is allemaal waar, het is allemaal waar. Maar de vraag is uiteindelijk niet, waar staan we nu en wat is ons verleden? De vraag is uiteindelijk, wat is onze ambitie en waar gaan we met elkaar naartoe? En als we dan van de Oranje Revolutie even een sprong maken naar Maidan. En ook alle mechanismes die daarachter zaten, ook die zijn bekend. Want het was een grote revolutie. 100.000 mensen op straat, dat is niet zomaar een groepje mensen zeggen, we zijn boos en we doen wat, daar zit organisatiekracht achter. Maar er zit dus blijkbaar organisatiekracht achter die een ambitie heeft om het land verder te brengen. En als dan 100 mensen hun leven laten op het plein, en dat ondanks dat er geschoten wordt, in die hang naar vrijheid, om gewoon hun leven te kunnen leven zonder ingeperkt te worden op alle mogelijke en onmogelijke manieren, als mensen ondanks dat er geschoten wordt, massaal op het plein blijven en er talloze initiatieven komen om support en hulp te bieden, als dat de drijfkracht is van een samenleving en als die samenleving dan aan ons vraagt om te zeggen, help ons met dat verdrag, wie zijn wij dan om nee te zeggen? Het zou best zo kunnen zijn dat het verdrag Nederland niet heel veel brengt. Misschien zelfs wat gedoe brengt. Maar soms, en ik heb het gisteren ook in een ander debat gezegd, soms gaat het niet over onszelf. Soms gaat het over die ander. En ik denk als we volgende week in dat stemhokje staan en die keuze kunnen maken van voor of tegen, dat we dan ook die solidariteit moeten durven te laten zien. Soms gaat het niet over ons, soms gaat het over die ander.